Goedenavond, welkom. Dit is het COVID-19-journaal. We hebben te maken met de forse toename in het aantal nieuwe positieve COVID-19-gevallen. En dat noopt de regering tot aanscherping van de maatregelen. Na spoedberaden tussen de regering en het COVID-19-outbreak management team rolde gisteravond de volgende verklaring vanuit de regering. De regering heeft zich op 14 december omstandig laten informeren omtrent de feitelijke situatie en het eventueel verloop van de gevolgen van COVID-19 in Suriname op dit moment. Op basis van de gepresenteerde informatie zijn we tot de conclusie gekomen dat rigoureus ingrijpen onder deze condities de beste manier is om de gezondheid van de Surinaamse samenleving zo goed als mogelijk te waarborgen. In dat kader zijn navolgende regels per 16 december van kracht. Alle verleende toestemmingen voor evenementen worden per omgaande aangehouden. Dit geldt ook voor evenementen onder auspiciën van de overheid. Restaurants zijn slechts open voor afhaal. Begrafenissen mogen onder voorwaarde van 10 personen bij roulatie. Bij religieuze bijeenkomsten zijn maximaal 10 personen toegestaan. De regering zal de geïdentificeerde risicogebieden bekendmaken. Het samenscholingsverbod zal gelden voor groepen groter dan 10 personen. Gedurende de zaterdag en zondag geldt de lockdown van 7 uur in de avond tot 5 uur in de ochtend. Van maandag tot en met vrijdag is de lockdown gesteld van 9 uur in de avond tot 5 uur in de ochtend. Het aantal vluchten naar Nederland brengt de regering terug naar 2 per week. Voornoemde maatregelen zijn van kracht vanaf 16 december. De voornoemde maatregelen zullen naargelang het verloop van het aantal besmettingen op of indien voor 22 december worden bijgesteld. De regering brengt onder uw aandacht dat de laatste golf in augustus onze ziekenzorg aan de rand van de afgrond heeft doen balanceren. Wij beseffen nu meer dan ooit hoe reëel de dreiging is voor een herhaling of zelfs een verergering. Om een ramp van die proportie te voorkomen, voelt de regering zich genoodzaakt nu ferm in te grijpen. De regering roept de totale samenleving op de gelederen te sluiten, elkaar te ondersteunen waar nodig en bovenal de nodige protocollen in acht te nemen, zodat wij na evaluatie de getroffen maatregelen kunnen bijstellen. Ja, het OMT heeft gisteren vergaderd. En inderdaad was er een stijging te constateren van het dagelijks aantal gevallen over het weekend. Dus dat wil zeggen zaterdag, zondag en ook maandag. Maar dinsdag was er een enorme toename van meer dan 20 gevallen. En OMT heeft dus als drempel om maatregelen af te kondigen, als dus het aantal gevallen per dag de 20 overschrijdt. We hebben dus uitgerekend dat de groeisnelheid van de besmettingen enorm is. Die zit boven de 3. Dat is de zogenaamde R-factor. En als je niet optreedt, dan zal dan binnen een week het aantal gevallen verdrievoudigen, verviervoudigen. En we willen niet meer in het scenario komen van augustus, waarbij er dagelijks meer dan 100 gevallen waren. Elke Surinamer kent dat nog. Als we de grafiek bekijken, dan zien we die piek die in augustus is geweest en die een lange aanloop heeft gehad, teruggaand tot de maand juni, toen er weinig maatregelen waren. Als je te laat bent en je treft maatregelen, gaan die minder effect hebben. Vandaar dat we die drempel bij 20, 25 gevallen hebben gezet. En u ziet bij die grafiek, we hebben nu die 20 bereikt en we hebben enkele maatregelen afgekondigd. Het is geen total lockdown. Ja? En als we dus, als alle Surinamers zich houden aan die maatregelen, kunnen we er sneller uitkomen. Dan gaan we geen piek meer hebben, want we kunnen ons dat niet meer hebben. We kunnen ons volk dat niet aandoen. De eerste toename hebben we gezien in Paramaribo Noord, bij de Braziliaanse broeders die links hebben met de Goudvelden of met Frans Guyana, waar er dus een forse toename van het aantal gevallen is. En er zijn dus een aantal van onze Braziliaanse broers positief bevonden. Die zijn ook in isolatie geplaatst in het Wanica ziekenhuis. En een aantal gevallen daarna hebben ook links met die woonwijk in Noord. Bezoek aan cambio's. Dus je krijgt die informatie niet direct.
Meestal na een paar dagen, dan vertellen de mensen precies, gaan ze weer nadenken, waar ben ik overal geweest? Die kaart die we laten zien, laat dus eigenlijk die hotzone van COVID-transmissie zien. Dan zie je duidelijk dat dat in Noord is. Maar er zijn ook andere plekken die zijn in lichtpaars aangegeven. Dus die verspreiding gebeurt al. We hebben de afgelopen week gezien dat de Surinamers zeggen, COVID gwe anu demoro. Hoe vaak we ook zeggen, COVID noman gwe, COVID no gwe. Begonnen ze geen masker meer te dragen. Je zag illegale feesten weer toenemen. Je zag mensen in clubs, bars, weer filmbeelden te over. En dat draagt bij, ja, tot de overdracht. Vandaar dat, we hebben gezegd, 23 gevallen. Nee, we gaan even op die rem drukken. Je mag feesten, we gaan feesten. Het vaccin is er nog niet. Ik heb altijd gezegd, we moeten de maatregelen handhaven. Mondkap op, afstand houden. Vooral als je in ruimte bent, toch? Hou je aan de maatregelen en dan gaan we langzaam zachtjes het jaar uitzingen. En hopelijk hebben we de eerste maanden van 2021 vaccin. En dan gaan we de kwetsbare groepen als eerst vaccineren. De WHO beveelt aan, je moet je ouderen eerst vaccineren, 60-plussers, vooral die in bejaardenhuizen wonen en ook buiten. Ook zelfstandig, de gezondheidswerkers, want die moet je ook beschermen. Je ernstig ziek, mensen met onderliggende ziekten als die nierdialysepatiënten, hartpatiënten, longpatiënten. We zijn bezig dat in beeld te brengen, de aantallen. Voor 60-plussers hebben we al meer dan 90.000 landelijk. We hebben ze naar resort, we hebben kaarten gemaakt. En dan gaat we plannen dus een vaccinatiekaravaan, ja, die dus bepaalde weken, resorten bezoekt. We weten nog niet welk vaccin we gaan krijgen, want er zijn verschillende vaccins in ontwikkeling. Sommige worden al toegediend. We kijken hoe dat gaat. In Engeland zijn er al 10.000, misschien een paar honderdduizend mensen gevaccineerd. We kijken hoe het gaat. Werkt het? Geeft het niet al te veel bijwerkingen? In Amerika is men ook begonnen. Bepaalde landen in Europa beginnen men volgende week. Toch? En wanneer wij aan de beurt zijn, dan zijn er al genoeg mensen wereldwijd gevaccineerd, zodat wij kunnen stellen, met advies van de WHO, dit zijn de veilige vaccins. Wij gaan niet buiten advies van de WHO en de PAHO handelen. Wij willen onze bevolking veilige en effectieve vaccins toedienen. Dus de Surinamers zijn op een punt beland, u weet de epidemie, u heeft de grafiek laten zien. Weinig gevallen per week, soms 2 per dag, 0. Dus dat mensen zeggen, corona is weg, corona is niet weg. Corona is er nog en corona komt ook binnen via onze grenzen. En als corona een gaatje vindt, slaat die toe. En wanneer slaat die toe? Als we ons niet aan de regels houden. Als je zonder mondkap rondgaat. We hebben gezien dat steeds meer mensen eigenlijk, ik heb het zelf ook gezien hoor, een mondkap niet opdoen. Je moet je mondkap opdoen, je moet 4 uur opdoen, dan moet je het wassen, je moet met verschillende mondkappen lopen. Leen geen mondkap van iemand. Je moet je eigen mondkap hebben, je kan wegwerp mondkappen of die katoenen, maar die moet je wassen, in de zon laten drogen. Er zijn tips voor mondkaps op de verschillende websites. We zullen het misschien via COVID-journaal ook de link sturen. Wetenschappelijk onderbouwd mondkapgebruik. Ja, mensen moeten hun mondkap dragen in de bus vooral. Want we zien ook dat steeds minder mensen mondkap hebben in de bus. In ruimte, als je ruimte ingaat, in bus, taxis. Als je alleen over straat loopt, of op je, hoef je geen mondkap te dragen. Ik zie mensen op de bromfiets rijden zo gezellig, hebben ze mondkap op. Dat hoeft niet. De frisse lucht waait, die komt niet in contact met mensen. Wanneer je in de buurt van mensen bent, ook buiten, dicht bij mensen en vooral in ruimte moet je een mondkap op. En je handen regelmatig ontsmetten. En als je klachten hebt, ik ken die corona-gerelateerde klachten, hoofdpijn, koorts, keelpijn, lichaamspijnen, braken, diarree, laat je testen. Je moet je zo vroeg mogelijk laten testen, want dan kan je behandeld worden. Veel mensen komen wanneer ze aan benauwd zijn. Dan kunnen de doktoren, je moet zoveel moeite doen, toch? Om je te stabiliseren. Laat het niet zo ver komen. Gat en test vroeg, het testen is vrij.
Op de noodzakelijke aanscherping van de COVID-19-maatregelen hadden onze vicepresident de heer Brunswijk en onze gezondheidsminister Amer Ramadien dinsdagavond tijdens de DNA-vergadering reeds ingespeeld, nadat in het aantal nieuwe COVID-19-besmettingsgevallen in de loop van dinsdag een forse toename te zien was. Voorzitter, ik wil uw parlement meedelen dat met betrekking tot de COVID-situatie er een stijging van gevallen is geconstateerd. De regering zal zich vanavond om 8 uur buiken hierover, meneer voorzitter, waarbij het niet is uitgesloten dat de gisteren aangekondigde maatregelen worden aangepast. Ik roep de samenleving op om eensgezind de adviezen van de regering strikt op te volgen. Meneer voorzitter, ik denk dat ook vanuit de regering dat wij COVID-team van het parlement ook uitnodigen om 8 uur aanwezig te zijn, omdat het wel, zijn wel ernstig te zijn, meneer de voorzitter, dat er meerdere gevallen worden geconstateerd per dag en dat de regering met de deskundigen vandaag zal zitten en kijken de verdere maatregelen te treffen. Dank u wel. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, vicepresident. En inderdaad wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om uw parlement aan te geven wat de vicepresident daarnet heeft aangehaald en ook te reageren op vragen die eerder gesteld waren. Misschien moet ik het goed benadrukken. De vicepresident heeft daarnet aangehaald dat de regering zich zo meteen om 8 uur terugtrekt in een spoedonderhoud in verband met de COVID-situatie in het land. En dit op basis van de cijfers die we vandaag hebben gezien, aantal positieven die vandaag getest zijn, dat wij het noodzakelijk vinden, het Outbreak Management Team, om de gisteren aangekondigde maatregelen door de regering vanavond wederom te bespreken, aangezien de cijfers die we vandaag hebben gezien zeer verontrustend zijn. En dat heeft de vicepresident gezegd. En we gaan vanavond zo meteen, waarbij uw parlement, de COVID-commissie, de DNA-commissie ook is uitgenodigd, goed brainstormen en laten de deskundigen het onderbouwen. Er is al een contactopsporingsanalyse gemaakt van de afgelopen dagen. Laat me duidelijk zijn dat de trend die we de afgelopen dagen hadden gezien, de reden was om gisteren uit te komen met een statement en wijziging van het presidentieel besluit. Waarbij teruggegaan is van 11 uur in de avond naar 9 uur. En het samenscholingsverbod teruggebracht was naar 20 personen. Tevens waren enkele andere maatregelen aangekondigd. Zoals verhevigde controle bij eetgelegenheden die zich niet houden aan protocollen, terrassen, etc. Ook op de Oost-West-verbinding zou daar een verhevigde controle worden ingezet. In dit COVID-19-journaal wat minder goed nieuws, zeker met de forse stijgingen van het aantal nieuwe besmettingen. Wij vragen u als samenleving, zoals de regering dat van u vraagt, AUB, volg deze regels stipt op en natuurlijk ook de COVID-19-maatregelen. AUB, je handen op tijd wassen, je mondkap op en de sociale afstand bewaren. Kotaluku Makandra. Dit was het voor het COVID-19-journaal. Goedenavond.